En het feit dat je zo'n mooi lang haar hebt, heeft dat een betekenis? Of behalve dat het heel mooi is? Vooral dat het heel mooi is. Maar dit zijn dreadlocks. We noemen ze niet Bob Marley's, we noemen ze niet Rasta's. Ze heten dreadlocks. Het is een van de dingen die Rasta's doen, want het heeft te maken met de Nazarener gelofte. Mensen vragen altijd, mag ik eraan zitten? Nee, dat mag je niet. En wat het wel doet, het verhaal, volgens mij noemen we hem Simpson in Nederland, ja, en in de Bijbel, die had 7 locks op zijn hoofd. En die werden door... Die werden afgeknipt. Slet. En toen had hij geen kracht meer. En zij had hem verraden. Ja. En dan kun je daar heel raar over doen, maar dit zijn mijn derde dreadlocks. Dus tussendoor heb ik ze afgeknipt. En dan mis je ze heel erg, want je mist een bepaalde kracht. Vraag me niet hoe het werkt, maar het is wel zo. Maar nu heb je een geheim onthuld en moet je voortaan toch heel erg achter je kijken. Oh, maar zij denken dat ik dat niet voel als ze eraan zitten, maar ik voel dat wel. En dan doe ik in één keer zoep. Dan krijgen ze een dreadlock kraal in hun oog. En dan doen ze het nooit meer. Dan zijn ze als Simpson blind. Ja,